Ik vind het wel fijn dat ik nog 18 ben, ja. Nou ja, de ene keer ben je speels, de andere keer weer volwassen. En ik hou ervan ook om nog speels te zijn. 18 jaar dus, deze jongen. Zo'n leeftijd waarop het ontdekken begint. Maar hij, Richairo Sivkovic van 5 september 1996, ontdekte veel al vroeg. Doelpunten, verhuizingen, verwachtingen die wel uitkwamen, verwachtingen die niet uitkwamen. 3 steden, 3 clubs. Ik weet niet of dat zo positief is. Nee, ja, ik weet niet. Ja. Groningen, Ajax en binnen 2 eigenlijk in 1,5 jaar tijd. Ja, zegt dat je iets? Ja, ik ben naar Amsterdam gegaan om eerst spits bij Ajax te worden. En een winningsjaar gehad en ik denk dat ik via Willem II beter terug kan komen. Zelfkennis als mens? Ja, ik ben wel een redelijke zelfverzekerde jongen, maar ja, niet wel. En als spits? Gewoon lekker in de combinaties en ook vooral met mijn snelheid in de diepte. En gewoon voor de goal. De ballen die ik krijg, leveren meestal een doelpunt op. 1 assist, verder een wat kleurloos debuut. Van het vergrootglas in de hoofdstad naar het wat kalmere Tilburg. Maar de verwachtingen blijven. Hij kreeg nummer 9 en is de blikvanger van de Tilburgse transferzomer. En hier is het wat in de luwte, ja. Ja, maar met mij niet zoveel uit. Ja, heb je het idee dat jij hier ook onder vergrootglas ligt? Dat als het over Willem II gaat, dat het al snel over Sivkovic gaat? Ja, dat heb je ook wel, denk ik. Hoe kan dat? Is dat je persoonlijkheid? Is dat de positie? Ja, ik denk dat mensen veel van me verwachten. Ik denk dat er wel bepaalde druk op me heb. En, het is niet altijd even makkelijk, maar meestal als het goed gaat, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als het slecht gaat, dan ervaar je die druk meer.